opleiding in Nijmegen. En toen met de boot naar Indonesië. En daar 6 maanden opleiding in Semarang. En na die 6 maanden gevechtsbataljon. En daar heb ik eigenlijk geluk gehad. Want heel de kompie is gevangen genomen door de Japanners. Met de theaterstelling. En ik was die dag toevallig vrijgesteld van gevechtshandelingen. Want ik was die dag bestemd om aanvoer en eten te regelen. En toen kwam ik terug bij de stelling. Het was, iedereen was gefusilleerd. De Japanners kende in de acties geen gevangenen. Iedereen die tijdens gevechten was gevangen werd genomen, kwam voor het vuurpeloton. En er waren 85, die waren binnen 5 minuten allemaal dood. Het was rond de stelling van Bandung. Dat is een klein dorpje tegen Bandung aan. En dat noemden ze Belembang. Maar de stelling, die heette Theaterwaterval. En toen hebben ze de theaterstelling gemaakt. Maar daar was het gebeurd. Wanneer merkte u dat ze gefusilleerd waren? Toen we verplicht waren om te gaan kijken of er nog overlevenden waren te vinden. Toen hebben ze al die jongens gevonden. Dus dat is geen plezieretje. Dus geen nagaan, al mijn vrienden waar ik mee gevoetbald heb en atletiek meegedaan heb, we lagen allemaal verspreid, allemaal gewond en de nekken afgesneden. Die Japanners waren ontzettend vreed. Daarom kan ik soms niet indenken dat er sommige mensen het zo vreed vinden dat wij de atoombom hebben gebruikt. De Japanners waren, maar wat de Japanners deden wij nooit. Als we onderweg gevangenen maken, werden ze naar achteren afgevoerd om kleren te krijgen, zich te kunnen wassen en scheren. Ze werden als krijgsgevangen behandeld. Maar bij de Japanners werd je niet als krijgsgevangen behandeld. Maar toen we massaal capituleerden, toen kon je moeilijk 200.000 mannen fusilleren. En dat is ons geluk geweest. Er was 1 kompie uit Semara. Die werd naar Brandon gestuurd voor de acties te geleiden. Dus die jongens waren allemaal vrienden van mij. Vrienden die bij mij in de kompie zaten, die waren eigenlijk mijn kameraden in Indonesië. Er zaten 5 Bredaars bij. En die waren ook allemaal vermoord. Frans Hussom, Kert Skorobris. Waar bent u krijgsgevangen gemaakt door de Japanners? In Chimay. Hoe ging dat? Nou ja, je moest je melden in de kazerne. En degene die zich niet melden werden terechtgesteld. Je had geen keus. Als het moment was dus de dag van de capitulatie. Ik had een Harley Davidson, ik was ordonnans. En ik was in Chimay bij Bandung daar. En ik moest van de ene kazerne naar de andere kazerne post brengen. En op een kruispunt bij het ziekenhuis stond de Japanner verkeer te regelen. Stop. En ik stop met de motor. En dan pak je zijn pistool en zo op mijn voorhoofd. Ik denk bij mezelf, wat moet ik nou doen? Als ik iets doe, dan schiet je me door mijn kop in. Doe ik niks, kijk. En toen komt hij 3 keer zo met zijn pistool. En toen zei hij tegen mij, oesjesje, hij wou die motor hebben. Ik rap die motor omgedraaid, hem erop gezet, een duwtje gegeven. En ik naar de commandant, dat een Japaner mij dat gedaan had.
En toen moesten komen de Japanse officier erbij. En dan moest die soldaat die dat kruispunt bewaakte, moest bij de officier komen. En die kreeg een pak op zijn sodemieter van die officier, want dat had hij niet mogen doen. Er was een angstig moment als ze een pistooltje voor kreeg. Nou, maar niet zo'n mooie tijd. Ze liepen met 100 man in een barak, in een loods. En we hadden ook geen dekens of kleren. Allemaal in een onderbroek. Was daar voldoende te eten? Kregen jullie voldoende te eten? Nou, dat ging wel op Java. Later in Burma was het slechter. Want toen ik in Burma moest gaan werken, aan de spoorlijn gaan werken, en dan moesten we de s'morgens heel vroeg beginnen, dan s'avonds heel laat. En na iedere keer dat een stuk op spoorlijn klaar was, moesten we die afstand weer lopen en dan weer zo'n kilometer. Ja. Van s'morgens 8 tot s'avonds 8 kreeg ik één keer per dag zo'n mokje reis, meer niet. En toen hadden we binnen een jaar 1000 doden. Als ik geen steun aan mijn vriend had gehad, had ik het niet overleefd. Want ik kreeg iedere week kreeg ik malaria. En dan gaf hij mij te eten. En als ik dan niet geen zin had op deed, stopte het in mijn mond. Ik moest eten. En als hij ziek was, hielp ik hem. Daarna naar Singapore, Malacca. En Malacca van Singapore met de boot naar Rangoon. En halverwege de Rangoon werden we gebombardeerd door de Amerikanen in de Golf van Martaban. En de boot, daar zat ik op, en die was binnen 10 minuten gezonken. Op die boot dacht ik dat iedere bom op je afkwam. Je moet je eens voorstellen, een zeeschip, zo hoog, 3 verdiepingen. En dan moet je afspringen, hoor. Want er waren te weinig drijfmiddelen. En dat was een gehuil en gejank om van boord te komen. En de vliegtuigen die gooiden hun bommen af. En die vlogen door. En dan kwamen ze terug en de tweede keer was boven op de boot. En toen was ik al in het water gesprongen. Want ik zag ze terugkomen. Maar achteraf heb ik nog geluk gehad dat bij de eerste bombardement vielen de bommen naast de boot. En als ik toen in het water had gelegen, had ik ook in de boot ook mee naar beneden gegaan. Maar ja, dat... Maar dat was het angstigste moment voor u? Ja. En toen hebben we dus 4 uur in het water gelegen, zwemmend. En dan overal aan vasthouden. Even opgepikt werd een andere boot. En toen zijn we aan Moema aan wal gebracht. In Saigon kwam ik. En dan zei ik, we hebben te werk gesteld als havenarbeider. En de Amerikanen deden overdag die viaducten en die bruggen bombarderen. En diegenen die kapot waren, moesten wij weer maken. En die loodsen die bombardeerden de Amerikanen met het eten. En dan was het zogenaamd, zodra het alarm was, dan de Japanners die dat moesten bewaken, die loods, die wisten niet de vluchtse weg moesten komen. Die waren sneller weg als wij. En dan konden wij stelen, maar de loodsen waren toch kapot. En dan hadden we allemaal eten.